De afgelopen maand ben ik weer de supermarkten ingedoken om te kijken naar nieuwe producten of producten waar ik heel erg benieuwd naar was. Die heb ik weer massaal gekocht en ik heb jullie ook gevraagd op Instagram, @vetgezelligeten, wat ik moest gaan proberen voor deze video. Daar is onder andere deze bucket van KFC uitgekomen. Deze vond ik bij de Albert Heijn. Spicy kip zinger bitterballen, 10 stuks in deze verpakking. Ik vond het een leuke verpakking en ik vroeg op Instagram, moet ik deze gaan proberen? En jullie zeiden massaal ja. Dus toen dacht ik, nou, dat is leuk voor een nieuwe Vet Benieuwd. Mocht je nou denken van, hey Alwin, dat lijkt me leuk om mee te denken wat jij gaat proberen in een Vet Benieuwd, volg me, @vetgezelligeten. Dan gaan we nu beginnen met het eerste product en dat is volgens mij niet deze. Ja, maar het kan zomaar zijn dat ik dat wel doe. Het eerste wat ik vandaag ga proeven, het is namelijk tweede paasdag en we hadden zin in een snackie, is de Old Amsterdam Cheese Stick. En Guylaine heeft hem al naar binnen zitten douwen, zie ik. Eerste hap. Er zit echt gewoon kaas in. Best wel veel kaas ook, als je het zo ziet. Moet wel zeggen, ik weet niet of ik nou een echt Old Amsterdam proef. Als de prijs niet zo heel erg verschilt met de andere, zou ik zeggen van, nou ja, koop deze, want de smaak is wel echt lekker. En heeft een klein beetje pit erin zitten, waardoor je toch wel iets nog meer naar kaas smaakt dan misschien de goedkopere versies. Mocht de prijs nou wel echt heel erg uitmaken, dan vind ik ze niet heel bijzonder. Ik geef ze voor cheese sticks zeker wel een 8. Toch? Zijn wel echt lekker. Hierna komen de bitterballen van de KFC, maar die zijn pittig, dus ik denk niet dat jij die wilt proberen. Deze bitterballen verkochten ze ook verleden jaar bij de KFC, maar dan gewoon zelf bij hunzelf, dus in de winkels. Maar waren mensen niet zo heel enthousiast erover, maar ik dacht wel van, KFC bitterballen in de supermarkt, dat moet ik proberen sowieso. Waar ruikt dit naar? Het heeft een bepaald soort geurtje. Ja. Een klein beetje de kipnuggets. Ja, dat is het inderdaad. Het ruikt naar kipnuggets. Oh, dat is denk ik. Die in de oven gooit. Ja. Nou, is dat het? Ga je dat proberen? Ja. Oké. Ho. Zo ziet het er van de binnenkant uit. Gewoon ragout met kip. Ik vind het niet heel spicy. Ik vind het wel meevallen. Jij? Zo, een verkeerde hap heb ik niet spicy. Nee. Wat vind ik hiervan? Het lijkt een beetje op kippensoep of zo. Had ik hier meer van verwacht? Weet ik eigenlijk niet. Maar ik had niet verwacht dat het kippensoep was. Nee, het lijkt echt op kippensoep. Ja? Spicy kippensoep. Ik vind het niet heel spicy. Toch? Nee. Ik denk dat jij dat zelf nog wel aan kan, dit. Om nou te zeggen of ik dit lekker vind, ik weet het niet. Ik vind het een beetje. Ik vind dat hier, als je hier een dot mayonaise bij kwakt, dan denk ik wel lekker. Ik zou deze niet zo snel meer halen. Ik geef dit een 5. Jammer. Ik had er iets meer van. Ik had er misschien eerst meer van verwacht dat het. Nou, wat had ik eigenlijk van verwacht? Ik weet het niet. Ik heb eiersalade gekocht, wat heel groot op staat, nieuw. Er zit truffel in, het is eiersalade. Laatst hadden we ook een soort van broodplank of een borrelplank van een bedrijf. En daar zat ook eiersalade met truffel in. Die was heel erg lekker, maar ik ben benieuwd naar deze. Ik vind het best wel goed gedaan voor fake truffel. Ja, is wel lekker. Ja, ik vind hem ook niet vies. De smaak is niet te overheersend. Het is niet super heftig truffel. Het is echt een soort van vleugje die er doorheen zit. Ik vind het wel lekker. Ik zou het een 7,5 geven. Tijd voor iets nieuws. Crunchy Peas Smoked Paprika. Het is een lekker tussendoortje met 60% minder vet. Ik ben benieuwd. Het ruikt een beetje naar. Hoe noem je die dingen nou? Het heeft een bepaalde geur, maar ik kan het even niet plaatsen. Het ziet er zo uit. Echt een kikkerertje eigenlijk. Ik ben benieuwd. Zijn ze crunchy? Zijn ze een beetje zacht? We gaan het zien. Het lijkt een beetje op. Hoe noem je die nou? Borrelnootjes. Het heeft zelfs iets weg van borrelnootjes. Het lijkt alsof dit gedroogde erwten zijn of zo. Met een soort van laagje eromheen. Het lijkt echt heel erg op de borrelnootjes. Ik vind ze wel lekker. Het heeft een licht rokerige paprika smaak. Niet te overheersend. Het heeft zelfs iets weg van die borrelnootjes. Dat het zelfs lijkt alsof er pinda's in zitten. 8,5. Ik word hier wel enthousiast van. Je hebt ze wel maar in meerdere smaken, maar dat weet ik niet precies welke smaken. Ik heb ze bij de Albert Heijn vandaan. Het is nog geen tijd om te gaan eten, maar ik zag vandaag dus de Breaker Cheesecake. Het is een nieuwe met framboos erin. Het lijkt me lekker als die een beetje romig is. Oeh, ik ruik heel erg de koek erin. Zo, oké. Okay. Hier zit het koekje niet in, maar de smaak van het koekje zit er wel in. Zo te zien zit er ook gemalen koekjes in, dus het is allemaal
gladde substantie geworden. Je proeft de frambozen. Het is wel echt een goede combinatie van de twee. Het smaakt heel erg naar het kruimelige onderdeel wat bij een kwarktaart zit. Dus ik vind het, op zich kan je kwarktaart ook wel cheesecake noemen. Alleen vind ik dat toch wel anders van elkaar. Dus ik zou eerder zeggen breker en dan niet cheesecake, maar kwarktaart frambozen yoghurt. Dat zou ik eerlijker vinden. Ik vind hem wel lekker. Niet heel bijzonder. Ik vind de aardbeienversie lekkerder. Maar dat komt omdat ik frambozen waarschijnlijk net ietsjes minder lekker vind dan aardbei. Ik zou dit een 7'tje geven. Wat ik hiervan verwacht is dat het dus echt naar gegrild iets smaakt. Niet per se naar een steak, maar gewoon iets smoky-achtigs. Iets een beetje barbecue-achtig. Ik ben heel benieuwd. Zo. Heel veel specerijen. Maar het ruikt wel naar vlees. Zo ziet een chipje eruit. Goed met kruiden erop. Niet ribbelchips die je meestal met naturel en zo krijgt. Maar dit is wel echt een stevige ribbel. Freek, ga je hierachter dat doen? Oeh, dus er is zo eentje waar je verslaafd aan kan raken. Niet heel smoky. Ik had verwacht dat het nog heftiger qua smaakversterker zou zijn. Ik ben heel erg aan het twijfelen wat er nou echt heel erg opvalt in deze smaak. Maar hij lijkt echt op een chipje die ik wel vaker op heb. Niet een chipje dat ik denk, oh ja, die zal ik nog een keer kopen. Hij lijkt een beetje op die hamchips van de Lees. Daar lijkt hij op trouwens. Het is gewoon een beetje die hamchips van de Lees. Een 6. Gewoon wel aardig, maar niet super bijzonder. Aangezien ik nu toch al chips op heb, dacht ik ineens van, hé, hey, ik heb ook nog Chupa Chup drinken. Oeh. Dit ruikt een beetje chemisch. Dit ruikt naar gootsteenontstopper of zo. Maar dan hele zoete, nou niet gootsteenontstopper, maar meer waar je je hand mee wast. Dat meer. Oh ja. Ja, dit is heel zoet. Heeft iets heel erg weg van snoep. De zoetigheid valt wel weer snel weg of zo. Het is, als je het op hebt gedronken, is het wel weer gelijk weg. Lichte mango smaak. Het lijkt heel erg op, hoe heet dat merk nou? Wat je in Frankrijk altijd kan kopen. Oasis. Het lijkt een beetje op Oasis. Ik denk dat ik het daarmee vergelijkbaar vind. Alleen Oasis is volgens mij niet met prik. Hier zit trouwens niet heel erg prik in overigens. Ik vind Oasis lekkerder, maar deze vind ik ook zeker niet vies. Ik zou deze een 7,5 geven. De Chupa Chup. En ik heb hem volgens mij bij de Jumbo vandaan. Maar volgens mij kan je deze ook ergens anders wel kopen. Bij Yamin heb ik hem volgens mij ook wel gezien. Ik bedenk me nu net dat ik de kleur helemaal niet heb laten zien. Dus die wil ik nog even laten zien. Het is lichtgeel tegen het oranje aan. Een beetje lijkt het op pis. Een pizza de pepperoni. Zin in. Deze kwam ik tegen bij de Albert Heijn. En zat in een verse afdeling. En dan niet de excellent verse. Dus niet dezelfde die ik al een keer eerder gereviewd heb. Die uit de vriezer. Niet degene uit de koeling. Maar de eentje uit de verse afdeling. En in Rotterdam Centrum hebben ze een verse afdeling. Toen zag ik hem liggen. Hij was 5 euro. Ik dacht, nou, ik heb trek een pizza. Ik ben benieuwd. Pepperoni is ook al een tijdje iets wat ik nog... Eigenlijk heb pepperoni nog nooit echt op uit de supermarkt. Puntje. Achterkant is ook droog. Dus dat is top. Hij is ook niet dik. Komt-ie. Nou, komt-ie bijna. Ik vind er niet heel veel smaak aan zitten. Dus de tomatensaus is niet heel erg zoutig. Zelfs de pepperoni is niet heel erg zoutig. En de kaas is heel jong, waardoor er ook niet echt smaak aan zit. Dus de bodem vind ik lekker, knapperig. En als ik dan denk aan de eerste aflevering waarin ik een diepvriespizza van excellent Albert Heijn proefde. Had die meer smaak? En vond ik die wel een stuk lekkerder. Ja, ik zou deze een 5,5 geven. Ik vind dit, ik vind het niet vies. Ik eet hem wel op, maar er zit te weinig smaak aan. Ik had verwacht dat hij iets meer smaak zou hebben. Maar ik vind hem ook weer niet vies. Maar 5,5 vind ik dan ook weer weinig misschien. Oké, een 6. Een 6. Maar ik zou liever de diepvriespizza nemen. Likeur 43 in boerenyoghurt. Geïnspireerd door Likeur 43 trouwens. Het is dus waarschijnlijk geen samenwerking. Maar in ieder geval, Likeur 43 mocht je boven de 18 zijn, dan heb je het misschien wel eens ooit gedronken. Ik ben niet zo'n heel erg alcoholfanaat, maar ik moet zeggen, Likeur 43 vind ik wel lekker. Leuk feitje.
is dat Liqueur 43 of Liqueur Cointre et Tres is vernoemd naar de 43 smaken die erin zitten. Of de 43 ingrediënten die er gebruikt worden om dit te maken. Freek, niet doen. Een paar weken terug zag ik hem op Instagram voorbij komen. Toen dacht ik, dit is volgens mij een 1 april grap. En toen kwam ik vandaag in de supermarkt en toen dacht ik, oh, dit is geen 1 april grap geweest. Ik neem een goede hap. Met alles erop en eraan. Ben benieuwd, komt ie. Zit hier ook nog alcohol in of niet? Het bevat dus alcohol. Nou, ik ben niet gevraagd om een idee. Dus als je jonger bent dan 18 en denkt ik wil alcohol, kan je deze nemen. Nee, goh, dat is een grapje natuurlijk. Maar ik vind deze wel lekker. Ik vind de yoghurt erg lekker van zuivelhoeven. Heb ik eigenlijk nog nooit op, heel eerlijk gezegd. Hij is lekker zoet. Een goede vanillesmaak. Heeft ook iets weg van amandelspijs. Er zit ook wel lekker veel in. De onderkant is goed rijkelijk gevuld. Moet maar kijken. Hier, kijk. Er zit wel echt veel in. Ja, ik ben hier niet ontevreden over. Ik zou deze sowieso nog een keer kopen. Ik geef deze echt een 8,5-9. Echt top. Van de week was ik Jelena bij een Albert Heijn hier in de buurt. En toen zag ze Walker's Pure Butter Shortbread. En ze hadden naar me gestuurd van, hey, ik kwam dit tegen. Toen zei ik, oh, is het interessant om te doen? Toen zei ze, ja, weet ik niet. Misschien kan je het op Instagram zetten. Toen zette ik het op Instagram en toen waren heel veel mensen er laaiend enthousiast over. Over de shortbread. En toen dacht ik, nou, ik ben toch in de buurt. Laat ik hem meenemen. Maar shortbread, dat ken ik eigenlijk alleen maar van dat caramel shortbread. Wat ik wel eens bij de Starbucks nam. Zo ziet het eruit. Ik denk dat het heel kruimig is of zo. Oh, je hebt hem nog niet op, oké. Nee, ik wacht op jou. Oké, komt ie. Dit is toch gewoon spritz? Dit is precies hetzelfde als een spritz. Ja, een zandkoekje en een spritz. Ja. Spritzen zijn echt fucking lekker. Deze zijn ook lekker, maar hij was volgens mij 2,85 of zo, hè? Ik denk serieus dat als je dit mij blind inderdaad laat proeven, dat het echt precies hetzelfde is als een spritz. Ja, ik vind het wel lekker, maar ik vind het nou niet heel bijzonder of zo, dit shortbread. Nou, heel lekker hoor. Ja, ik vind het lekker, maar om nou te zeggen van jongens, massaal naar de Albert Heijn rennen. Nee, dan vind ik het trouwens in prijs-kwaliteit verhouding vind ik dan weer te groot. Maar ik denk dat het in Engeland misschien wat goedkoper is dan in Nederland. Want in Nederland moet je het natuurlijk importeren. Dit is gewoon geïmporteerd vanuit Engeland, denk ik. Ik zou zeggen, als dit wat goedkoper is, dat ik het eerder zou aanraden dan nu. In principe kan je nu ook gewoon spritz kopen en heb je hetzelfde. Ik zou dit een 7 geven. Ik vind het wel lekker. Bedankt voor het kijken naar deze video. En mocht je nou denken van, hey Alwin, ik heb nog iets leuks gezien. Dat moet je echt gaan proberen. Tag mij op Instagram, @vetgezelligeten. Of laat het hieronder weten. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie maandag bij een nieuwe video. Tot dan, bye bye. Kennen jullie trouwens van mijn paarse broek? Op een groene shirt? Cool, hè? Heel mooi. Zal ik even zo erbij gaan zitten? Wat zo. Wil je weer aandacht? Ja, altijd. Wil je ook een shortbread? Ja, heerlijk, man.